GCI Suriname heeft vanmorgen een persconferentie gehouden met doel de samenleving, in het bijzonder de jongeren uit te nodigen voor de Suriname Leadership Academy, een trainingsevent dat voor de derde keer wordt georganiseerd. De slogan dit jaar is Build Together Creative Leaders and Inspire. De training duurt 2 dagen. Tijdens deze academy worden jongeren geleerd hun skills verder te ontwikkelen. Volgens Donaghy Malone, president van GCI Suriname, probeert de organisatie de jongeren ontwikkelingskansen te bieden door hen deel te laten nemen aan zulke trainingen. Door het organiseren van verschillende zaken, zoals SLA of de Suriname Leadership Academy, bieden we de opportunities aan jonge leden om te participeren in commissieverband, maar ook gewoon om mee te doen aan dit soort evenementen of academies, om hun skills en de tools en de verschillende zaken die ze leren mee te nemen naar hun werk, maar ook gewoon een positieve verandering teweeg te brengen binnen de maatschappij. En vandaar dat JCI de organisatie is waar ik denk dat vele jongeren tussen de 18 en de 40 jaar zijn moeten aansluiten. De vicepresident van GCI International, Chris Cortola, is vanuit Canada naar Suriname gekomen. Hij zal een presentatie houden over duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, belangrijke vaardigheden waaraan er aandacht besteed moet worden. I'm going to be talking about specifically clear roles and responsibilities as part of my presentation this weekend as part of the training. So obviously we're going to be focusing on why it's important that organizations and projects have a very clear and defined roles and responsibilities to be effective. We're also going to get a little bit more specific into personality testing and just really how specific types of people should be doing specific types of roles that suit them well. Chris Cortola, vice-president van GCI International. Hij sprak vanmorgen tijdens de persconferentie van GCI Suriname om vooral jongeren te informeren over de Suriname Leadership Academy die in het weekend gehouden zal worden. De persconferentie was in Royal Ballroom van Terrarica, waar het trainingsevent ook gehouden wordt.